Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag vrijdagochtend en ik heb zo meteen afgesproken met Tara. We krijgen namelijk een sneak peek in de gloednieuwe Monki winkel die open gaat in Hoog Catharijne. Nou, ze gaan op zaterdag open, dus dat is morgen. En tegen de tijd dat je deze video kijkt is het zondag. Dus dan is de winkel al gewoon helemaal geopend in Hoog Catharijne. En wij mogen dus een dagje van tevoren alvast kijken hoe de winkel eruit ziet, wat er in de collectie ligt. En we gaan natuurlijk ook het een en ander passen. Dus ik heb heel veel zin in. Ja, laten we gewoon maar gaan. Nou, super leuk. We zijn net aangekomen in de Monki. En zoals je ziet zijn we de enige zelfs in de winkel. Dus we kunnen jullie echt uitgebreid laten zien hoe deze er nu uitziet. Je kunt het misschien al zien, maar het licht is hier echt fantastisch. Fantastisch. Het is echt heel erg anders. Het is een nieuw concept. Het is super licht. Er zijn heel veel leuke speelse accenten aangebracht. Gewoon alles is nieuw en het ziet er gewoon tof uit. Ja, dus we gaan de camera omdraaien en dan gaan we het aan jullie laten zien. Je kan het al een beetje zien, maar er zijn ook wat donkere kleuren, een beetje kerst-ready. En dit pak vind ik bijvoorbeeld echt super leuk. Heel erg leuk om te combineren met gewoon een jean of samen met de trousers. En dan heb je eigenlijk gewoon net een soort van jumpsuit, maar dan wel met de makkelijkheid van twee losse stukken. Oh, en deze jas vinden wij dus echt fantastisch, want we hebben hem eigenlijk al in het zwart. Maar deze beige kleur vind ik eerlijk gezegd ook heel mooi. Hij is echt mega lang. Hier ben je echt gewoon warm en toasty in. Warm en toasty! Zoals je misschien wel een beetje kan zien, deze Monki is echt mega groot. Deze vonden we ook wel echt heel erg vet voor dit najaar. Met misschien een lekkere chunky sweater erop. Ja, ik pak nu gewoon eventjes de eerste die ik zie. Dat is wel heel erg cool. Nou, de feestdagen komen natuurlijk aan, dus veel glitters. Oeh, kunnen we deze twee ook op elkaar dragen? De topje met het hokje. Leuk, hè? Nou, sowieso vinden we de winkel wel echt heel erg tof ingericht, hoor. Ja, overal zie ik toffe lampen, ja. Discoballen. Dus... Heel veel discoballen. En hier verderop heb je een soort van, eigenlijk een draaimolen met allemaal kleding wat heel erg mooi uitziet. En je kan er ook nog in. Dus het is allemaal ook gewoon super goed bekijken en het ziet er gewoon tof uit. Ik heb het gevoel alsof de winkel echt heel erg goed al hebben bekeken. Ik heb gewoon zin om heel veel dingetjes nu uit de rekken te pakken, lekker te gaan passen en jullie te laten zien hoe het staat, hoe het zouden combineren. Dan weten jullie ook meteen een beetje wat er op dit moment in de collectie zit. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon shoppen. Nou, Larissa en ik gaan ook nog eventjes een jeans passen. En super handig is natuurlijk dat we hier alle modellen kunnen bekijken. En dan staat er gewoon bij high waist, tapered. Nou, zoals je ziet staan we nu bij de pashokjes. En deze zijn echt mega groot, lekker licht. Dus dat vinden we heel chill. En we zagen net ook dit. En dit vinden we heel erg leuk. Dit zijn van die kabeltjes waarmee je dus je telefoon kunt opladen. Dus degene die met je meekomt shoppen, die kan hier gewoon lekker plaatsnemen op dit comfortabele bankje. En gewoon de boel opladen. Ideaal. Ja, top toch? Helemaal van deze tijd sowieso. En wij hebben dus nu een aantal kledingstukken uitgezocht. En die gaan we even passen. Zo, nou dit is de eerste outfit. En moet je kijken. Ik glitter echt super goed. En dit is een apart topje met een aparte culotte. En hij zit echt zo comfortabel. Ik heb er even mijn doks onder gecombineerd. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is. En dit is wel denk ik wel een hele lekkere Christmas-avond outfit. Omdat je hier gewoon lekker in kunt eten, zeg maar. Oké, ik heb dit super leuke jurkje aangetrokken. Deze is dus donkergroen met stipjes. Ik vind hem heel erg schattig. Maar ik vind hem echt perfect voor dit najaar. Vanwege de kleur en hij heeft ook van die half lange mouwtjes. En dan nog met van die doks eronder. Je kunt natuurlijk altijd nog een panty of een maillot eronder dragen. Ja, ik vind dit wel echt... heel erg leuk staan. Oké, ik heb nog twee andere hele mooie items aangetrokken. Deze broek vind ik echt fantastisch, want dit is de Yoko. En dit is een wide leg pants, zoals je kunt zien. En hij komt hier best wel hoog. Je ziet hier nog wel mijn navel. Maar voor de rest is hij best wel hoog. En dus helemaal wijd tot en met beneden. En daardoor lijkt je dus optisch al helemaal een stukje langer natuurlijk. En de trui die ik aan heb vind ik echt fantastisch. Hij is echt super lekker zacht. Hij heeft van die wijde mouwen en hij heeft ook nog een colletje. En wat ik heel chill vind is dat hij cropped is. Dus je ziet hier nog een klein stukje huid. Dus dit vind ik ook wel een hele leuke combinatie samen. En ik heb hier het lange jurkje aan. En ik hou er gewoon heel erg van om dat over super basic shirtjes te combineren. Dus ik denk dat hij met wit heel erg leuk is. Maar ik heb nu eventjes gewoon een zwarte aan. En hij is best wel lang. Dus dan kan je dus ook gewoon lekker even een panty eronder aan. En dan kan je hem dus ook echt dragen in dit najaar. Maar ik denk ook zeker in de zomer. En ik denk ook trouwens dat je hier een soort van glittertopje onder kan dragen. En dan ben je ook echt wat meer feestelijk. Dus volgens mij is het gewoon een heel veelzijdig jurkje. En mocht je net als ik een koukleum zijn, dan is natuurlijk een lekker vest eroverheen dragen ook super leuk. Een wit vest aan. Maakt de look net ietsje lichter. Ik denk dat dat ook wel heel erg leuk staat. Zwart vest kan natuurlijk ook. Wat trouwens ook heel erg chill is, is dat je hier echt vlakbij de paskamers een muur hebt. En er zitten allemaal accessoires op die je kunt gebruiken om je hele look mee af te stylen. Kijk, dus mocht je iets hebben dat je zeg maar zo'n jurk iets te recht vindt, heb ik hier eventjes een tasje toegevoegd. Een beetje in mijn middel, zodat dat net een beetje soort van onderbroken wordt. Zo, dan is dit de jurk met een riempje in de taille. Dus ik heb hiermee echt wat meer een soort van vorm gemaakt in mijn middel. En dat vind ik ook wel echt heel erg leuk staan. Nou, dan heb ik hier nog een hele mooie trui met van die streepjes in van die lekkere herfstkleur ook weer. En dan de jeans. Dit is de kimono jeans van de Monki. Die ken je misschien wel, dit model. Deze vind ik gewoon echt super mooi staan. Zo jongens, daar zijn we weer. Het is tijd voor een shoplog, want we hebben allemaal super mooie items mogen uitzoeken. En die gaan we nu allemaal aan je laten zien. Nou, aangezien het sweater weather is, dachten wij we beginnen met de sweaters die we hebben uitgekozen. En dit is echt een super fijne, echt hele zachte, beetje oversized fit trui. Ja. En ik zeg super zacht, omdat ik hem gewoon heel zacht vind. Ja. Ik weet niet, ik heb gewoon, als ik hem vasthoud, heb ik echt zoiets van, oh hij is zo lekker cozy. En we vinden de fit gewoon heel erg cool. Ja, hij is zeg maar ietsje cropped en hij is tegelijkertijd ook boxy. Dus hij is ook best wel gewoon stoer en super leuk. Dus op high-waisted broeken is hij vooral heel erg leuk om te combineren. Of met rokjes bijvoorbeeld. Ja, Naris heeft hem al op een rokje gedragen. Op haar Instagram heb je die misschien wel langs zien komen. Dat vond ik ook echt heel erg leuk staan. Ja, en we hebben hier dus dezelfde trui, maar in twee verschillende kleurtjes. Dus natuurlijk klassiek zwart, die lieten we net al zien op de foto. En dit is echt een soort van off-white beige variant. Dus die kun je ook echt met alles combineren. Nou, de volgende trui is deze grijze met een colletje. En zoals je kunt zien is die cropped en de mouwen zijn wijd. Dus ik vind deze echt super cool staan. Deze heb je ook al net kunnen zien in het pashokjesgedeelte hoe deze staat. En ja, ik kon deze ook echt eigenlijk niet laten liggen. Ik vind hem ook net zo zacht als die andere trui. Ja. Ik kan het niet echt uitleggen. Maar het heeft gewoon een bepaalde zachtheid die ik heel erg prettig vind aanvoelen. Dus deze vind ik echt top. De volgende trui is deze variant. En deze vonden we ook echt heel erg leuk en vrolijk. Door natuurlijk de verschillende kleurtjes en dat die streepjes heeft. En deze heeft een beetje een soort van ballonmouwen, kan je het noemen. Ja. En deze is ook lekker zacht. Een beetje een soort van stretchy. En ik denk dat deze op echt heel veel verschillende kleuren broeken ook heel erg mooi staat. Ja, want ik liet hem al zien natuurlijk op een blauwe denim jeans. Wat ik heel erg leuk vind staan. Maar we zagen ook wel dat deze gewoon echt super top staat om een lekkere lichte broek. Maar eigenlijk kan het natuurlijk ook gewoon op zwart. Dus zeker heel leuk te combineren en lekker echt zo'n opvallend item. Bij de jeans hebben we ook nog even rondgekeken. En ze hebben echt ontzettend veel modellen jeans daar waar je uit kunt kiezen. En het is ook wel heel erg handig dat ze dan overal van die flyertjes of dingetjes hebben staan. Dat je een beetje weet per soort broek wat voor soort model het is. En het is misschien geen verrassing, maar deze Yoko jeans, die heb ik ook mee naar huis genomen. Want daar was ik heel erg positief over, ook in het pashokje. Deze is dus een white leg jeans. En ja, dat maakt je gewoon nog extra lang. Ik vind het gewoon heel erg leuk dit najaar. Ik moet zeggen dat de lengte ook echt heel erg goed voor jou was. Ja, want ook... Tara heeft echt super lange benen. En vaak zijn broeken te kort. Maar deze was echt super goed. Deze was inderdaad echt lekker lang. Nou, leuk om te weten is dat alle denim van Monki gemaakt zijn van 100% duurzaam katoen. En ja, ik ben wel heel erg blij met deze jeans. Nou, dit item zag je ook al voorbij komen in het pashokjesmoment. En ik heb hem uiteindelijk mee naar huis genomen. En dat is dit super donkergroene jurkje met super leuke stipjes. Ik vind dit gewoon heel erg leuk. Het is een beetje een soort van wrap-achtig jurkje. Ik ben heel erg fan van die stijl. En ik dacht, dit is gewoon perfect met een panty, paar boots. Ja, dus... en die kleur die staat gewoon super mooi bij je ogen. Omdat je ook groene ogen hebt. Thank you. Dus ik vind het een nog iets betere match dan bij mij zelfs. We hebben allebei nog een satijnen item uitgekozen. En ik heb hier een rok. Dus het is gewoon een hele mooie lange zwarte satijnen rok. Waar ik wel heel erg blij mee ben. Ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind sowieso het glansje en zo van de stof heel mooi in contrast met allemaal truien en t-shirtjes en zo. Maar ja, hij lijkt eigenlijk best wel erg op het jurkje van Larissa. Maar dan net wat anders. Want deze had je dus ook kunnen zien in het pashokjesgedeelte. En dit is eigenlijk precies hetzelfde stofje. Maar dan in de jurkvorm. Dus ik denk dat we ook wel een heel leuk twinning moment kunnen gaan doen. En ik ben hier echt onwijs blij mee, omdat ik al heel lang zoiets op mijn verlanglijstje had staan. En ik zei het al eerder in de video, kan dit echt met van alles combineren inderdaad. Het volgende item is misschien een soort van verrassing voor je dat ik deze heb gekozen. Maar ik ben er echt onwijs blij mee en dat is dit rokje. Dus ik heb deze al laatst gecombineerd met een zwarte trui, paar boots eronder en dat vond ik echt een hele leuke combo. En dit rokje heeft echt een hele goede fit. Dus die past echt, die sluit heel erg mooi aan en hij is niet super kort. Oké. Maar gewoon wel hip kort. Wel dus sexy kort. Ja. Dan heb ik hier nog een heel mooi wit vest. Ik vind het wel heel erg fijn om überhaupt weer wat meer vesten in mijn kast te hebben. Dat weten jullie misschien nog wel uit een vorige video dat ik dat had genoemd. En ik vind een wit vest ook wel heel erg fijn om gewoon te hebben, omdat het toch de hele look net iets wat lichter maakt. Omdat we vaak in het najaar denk ik wat meer grijpen naar die wat donkere kleuren. Je ziet het aan ons Je ziet vandaag. Het ook al nu inderdaad. Dus dit vind ik wel een hele mooie. En dit is dus zo'n cardigan en die heeft hier van die mooie knoopjes erop. Het volgende item is ook een vest zoals je kan zien. En dit is wel een zwarte, want die had ik echt nog heel erg nodig in mijn garderobe. En ik vind deze ook echt gewoon heel erg leuk. Hij is een beetje een soort van grof gebreid. Ook weer super zacht. En dit kan ik echt met van alles en nog wat combineren. Met alles, denk ik, ja. Nou, dan hebben we ook nog een hele mooie winterjas. En misschien weet je het al wel, maar Larissa en ik zijn echt fan van Monki winterjassen. Want vorig jaar hebben wij rondgelopen in teddycoats. Ja. Ik heb een bruine, jij hebt zelfs twee, een witte en een zwarte. Maar nu zijn we voor een heel ander model gegaan. Namelijk een puffercoat. En dan ook wel echt een hele lange. We laten het uiteraard nog eventjes wat beter zien, want je kan het nu niet zo goed zien. Maar we waren op zoek naar een lekkere lange puffer. En dan echt lang, hè? Echt lang. Dus we zijn hier super blij mee, want hij is mega warm. En dat is gewoon wat we nodig hebben om de winter door te komen. En hij heeft ook een beetje die oversized look. Dus ik vind hem gewoon lekker stoer ook. Lekker een capuchon erbij. Capuchon erbij, hoge kraag. We kunnen onszelf echt gewoon insnoeren. En bij deze kunnen we zeggen, winter, kom maar door. Kom maar door. We zijn er nu klaar voor. Nou, natuurlijk konden we niet achterblijven met de accessoires. Dus daar hebben we ook een aantal dingetjes om te laten zien. En ik zal even beginnen met deze hele leuke sokken. En ik ben de laatste tijd echt heel erg into de warme kleuren. Een beetje die bruin tinten. Dus dit is een paar sokken met twee kleuren bruin tinten. Vond ik wel heel erg leuk. En het is een beetje een soort van sportsokachtig modelletje. En wat heel erg goed past bij de sokken die Larissa net liet zien, zijn deze mutsen. Dit is gewoon de classic beanie. En deze heeft een hele mooie bruine kleur. Ja, en dit is een net iets ander, ja, stofje groter, eigenlijk iets wolliger. Ja. En allebei gewoon wel die prachtige roestkleur die we heel erg mooi vinden. Ja, en daar blijft het niet bij. Want we hebben allebei nog een baretje hier. En ja, we vinden de look van een baret gewoon super leuk. En sowieso gewoon een muts of een hoedje op in het najaar. Dat helpt zo ontzettend goed met warm blijven. En ook van de sokken en panty afdeling heb ik deze panty. Die heb ik ook al gedragen in de outfit met het geruite rokje. En deze panty is zwart, maar heeft hier allemaal hartjes op staan. En dat vond ik wel echt heel erg cute staan. Nou, dan verder hebben wij nog een home accessoire opgepikt. En dat zijn kaarsen. En we vonden deze verpakkingen zo cool. Ik heb hier een kaars met een kattenengeltje. En dat doet me gewoon heel erg denken aan de jaren 90. Ja. En Larissa heeft hem gewoon met allemaal titties. Allemaal boobies, allemaal titties, boobs, hoe je het ook wil noemen. Ik vind het echt fantastisch. Dus dit is gewoon leuk voor jezelf. Maar ook zeker wel leuk om in gedachten te houden met de feestdagen die er aankomen straks. Want dit is natuurlijk wel een heel leuk cadeautje ook om te geven. Ja. En ja, de kaars zelf die heeft dus het plaatje. Maar er zit dus ook nog zo'n mooie koker omheen. Met weer dat plaatje. Dus ik vind en het zijn geurkaarsen trouwens. Oh ja, inderdaad. Hele lekkere geuren. Want deze die ruikt heel lekker. Een beetje wintersachtig. Tree moss. Heel natuurlijk of zo. Heel lekker. En dit is de geur Olive en Verbena. En deze is net ietsje frisser. Wat schoner eigenlijk, om het zo te noemen. Oeh, heel lekker, heel lekker ook. En verder heb ik hier ook nog een item. Nou, jullie weten, jullie kennen het waarschijnlijk nog wel van vroeger. Ik had meteen zoiets van, wow! Want dit is zo'n mood ring. En dat is dus zo'n ring die je omdoet. En dan verkleurt hij op basis van je mood. En dit is ook wederom weer zo'n iets van die jaren 90. Ja. In ieder geval iets wat wij nog weten van vroeger. En wat voor mij echt gewoon herinneringen terugbrengt. En dit is dus ook weer zo'n item, net als de kaarsen. Die wij gewoon echt super super ideaal vinden voor de feestdagen. Om iemand cadeau te doen bijvoorbeeld. Of om jezelf cadeau te doen. Want het is gewoon fantastisch. Nou, deze ring die hoort bij de samenwerking van Monki en Plan International. En dat houdt in dat 20% gaat naar Plan International. Dus dat is ook wel leuk om te weten. Ja, en ik kan gewoon echt niet wachten om dat ding te dragen. Er staat ook op Express Yourself. Dus dat vond ik wel heel erg grappig. Nou, tijdens de opening van deze nieuwe Monki Store kreeg je 20% korting op de gehele collectie. Nou, dat moment is dus nu voorbij. Maar niet getreurd, wij hebben een speciale code voor jullie waarmee je nog 20% korting kunt krijgen. Ja, als je namelijk de code Verbon noemt bij de medewerker tijdens het afrekenen, krijg je ook 20% korting. En deze code is geldig van 10 november tot en met de 17e. Dus het is echt de hele week geldig. Let wel op dat deze code alleen geldig is in het nieuwe filiaal van Monki in Hoog Catharijne in Utrecht natuurlijk. Dus ik zou zeker zeggen, maak er gebruik van zodat je lekker veel korting kan scoren voor jouw nieuwe aankoop. Heel veel shopplezier. Laat ons zeker weten als je iets hebt geshopt. Stuur ons gewoon een berichtje, een foto, een story. Ja, maakt tag ons erin. Doe wat jij wilt. Inderdaad, ik vind het super leuk om te zien wat jij gaat shoppen en wat jij ook van onze geshopte items vindt. Dus laat even wat gezelligs achter in de comments. We willen je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En we zien je heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.